Hey guys, hier is je dan, mijn roomtour. Dit is super vaak aangevraagd en ik snap eigenlijk niet zo goed waarom, want mijn kamer ziet er echt niet goed uit. Maar ja, mijn spiegel is trouwens echt super dirty, maar ja, ik gebruik dit doelwitjes om zo te filmen, want dan is dit even mijn intro. Maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik zie er vandaag echt niet uit. Ik heb letterlijk echt pantoffels aan die super lelijk zijn en een oversized hemd. Maar ja, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Alvast heel erg bedankt voor het kijken. Willen jullie meer van mij zien? Klik dan op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten en om je volgende video requests achter te laten. En dan wil ik jullie heel erg veel plezier wensen met kijken. En let's get started! Oké, nou mijn deur begint al lekker, want die is gewoon wit en standaard en niet zo speciaal. Maar als je hem nog open doet, dan is dit mijn kamer. Hij ziet er nu wat groter uit dan dat het is. Want mijn kamer is echt een mierenhoop van niks. Maar dan is dit even een overview van mijn kamer. We hebben hier een soort van stapel van krukjes. Kastje waar ik niks mee doe. Bed, nachtkastje, kamer, of kast met rotzooi en een spiegel. Hier heb ik om te beginnen een Abercrombie tas vol met zooi erin. Dat is eigenlijk een soort van cover-up voor al de rotzooi die in mijn kamer ligt. Heb ik hier een parfum van Calvin Klein, Zara en Miu Miu en Marc Jacobs, een paar testertjes. Dan heb ik hier mijn Polaroid camera en hier een Fish Eye Lens die ik heb gekregen bij een PR-bureau. Hier heb ik nagellak in zitten, hier heb ik nagellak in zitten, hier weet ik niet precies. Maar dat doosje heeft mijn oma beschilderd, dus dat wil ik graag in mijn kamer. Zooi, nog meer zooi. En nog een doos waar mijn steltang in zat. Moving on further. TV, die ik niet heel vaak bekijk. Spiegelreflexcamera met het cameralensje. En zeker, dan heb ik hier mijn telefoon liggen, een klein tasje, een dagcrème van Hema en een hele collectie met testertjes van parfum dat ik vroeger spaarde. Hieronder heb ik dan nog een paar schoenen, die zijn van Primark, die zijn van Michael Kors, die zijn van Urban Outfitters. En hier heb ik hierachter nog een weekplanner die ik eigenlijk niet meer gebruik. Prullenbakje heb ik hier en dan heb ik hier nog een krat met allemaal zooi erin. Dit meubel is eigenlijk een stapel van Ikea krukjes of tafeltjes. Dit is eigenlijk een bijzettafeltje en deze is volgens mij €5. En deze hebben we aan elkaar gelijmd met secondenlijm. En dat is nu dus een klein schattig kastje eigenlijk. Heb ik hier dan een klein linkje waar ik elastiekjes en zo aan hang. Deze vind ik super schattig. Dit is van Primark en het is een klein elastiekje. Dingetjes van Xenos. Dan heb ik hier mijn geliefde setlist van Slash van Pinkpop vorig jaar. Slash is een van mijn favoriete artiesten en toen kreeg ik de setlist van de bewaakster daar. Dan heb ik hier een klein DIY projectje wat ik heel schattig vond met roosjes. Heb ik gewoon in een lijstje, een fotolijstje geplakt en dan het glas eruit gehaald. Dit is een soort van kleine memento van Parijs. Ja, Parijs hadden we Arizona's gekocht en heb ik toen meegenomen. Dit zijn de memento van Berlijn. Dat waren shot dingetjes. En die nou ja, altijd toen meegenomen als aandenken. Heb ik hier een wekker van Philips. Die ik gewoon gebruik als klokje als ik slaap. Of als ik wakker word, dat weet ik veel. Dan heb ik hier een Michael Kors doosje waar mijn horloge in zat. En dat heb ik hier opgezet zodat ik het beter kan zien. Ik weet niet precies waar dit kastje vandaan komt. Maar de sticker die ik erop heb geplakt, die is van de Action van een paar jaar geleden. Dan is dit mijn bed. En hier ben ik super blij mee. Het is een heel mooi bed, vind ik. En genoeg ruimte voor al mijn kleding om normaal erop te liggen. De grote knuffel die heb ik van Quinten gekregen. Maar die kan je volgens mij ook bij Blokker kopen. Dit is mijn kleine robijntje knuffel die ik heb gekregen van mijn oma. De kussenslopen zijn van Primark. De kussens zijn van Ikea volgens mij. Dit plate is van Primark ook. En voor de rest is het witte dekbed volgens mij van de Action. Heb ik die daar gekocht. Mijn bed is voor de rest niet zo heel erg speciaal. Het is gewoon een twijfelaarsbed volgens mij. En daar ligt het op de grond. Ik weet niet wat het is. Dan ook misschien nog wel even leuk om te laten zien. Dit is mijn nieuwe tasje van Zara. Een super schattig tasje uit de sale gekocht. Mintgroen. Sluit super grappig. Maar oké. Okay. Dan heb ik daar in de hoek een Zara doos staan. Waar dus dat tasje in zat met een paar schoentjes van Dresslink.com. En dan is dit mijn nachtkastje, hoe noem je dat? Met hier van Primark Deep Cleansing Face doekjes. Die gebruik ik om mijn make-up weg te halen. Dit is een Lush massagebar slash bodybutter die er nu heel zielig uitziet. Dan heb ik hier een watermeloen en aardbei limonade maakdingetje. En dit doe ik dan gewoon in water als ik daar zin in heb. Dan heb ik hier een aansteker, super fancy, van de Deca Markt voor dit kaarsje. Wat echt al bijna op is. Ik heb hier speelkaarten, want ik vind het nog wel leuk om te patiënten, bijvoorbeeld als ik niet kan slapen. Dan moving over, heb ik hier nog een heel klein klokje die ik gebruik als wekker als mijn telefoon bijvoorbeeld niet doet. Of weet ik veel, dat ik mijn telefoon niet als wekker kan gebruiken. Horloge van mijn oma die ik heb gekregen voor mijn verjaardag. En een kettingje die ik even mocht lenen van de mama van Quinten, van mijn vriendje. Afstandsbediening van mijn tv. En dan heb ik hier nog een SD-kaart waar ik losse kleine SD-kaartjes in kan doen. Die overigens kapot is. En dan hebben we hier nog twee Nintendo spelletjes. Ik weet niet precies waar dit dingetje vandaan komt. Ik vind hem ook eigenlijk niet zo heel mooi. Alleen dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit momenteel. Want ik denk, hopelijk, dat ik binnenkort uit huis kwam. En dan heb ik hier nog een stekker, of noem dat zo'n verlengsnoer met een paar kabels. iPhone 5 kabel, 2 iPhone 4 kabels. iPhone 4 kabels van Action. Dit is de gewone Apple kabel en die is uit AliExpress. Die komt uit China. Dan heb ik hier nog mijn kleedje die naast mijn bed ligt. Zodat mijn voetjes niet zo koud zijn als ik wakker word. Als ik uit bed ga. Deze is van Ikea. En dan heb ik hier allemaal tasjes staan. Die is van Abercrombie. Die is van Zara. Die achterkomt van Primark. Maar dat is van de Adventures van Marshall. Even kijken hoor. Victoria's Secret. Ik weet dat daarachter is van de H&M op de Champs-Élysées. Maar dat kan je niet zo goed meer zien. Want het logo erachter staat. Die is van de Zara. Die is van Prun. Bijenkorf. En daarachter is America Today. En dan staat hier voor het tasje van Ladurée. Die ik kreeg toen ik met Quint in Parijs was. In maart. Ja. Dan is hier een Hollister tasje. Met daarachter een tasje van Evercombe. Nog eentje. Dan heb ik hier een Karl Lagerfeld tasje. Even kijken, daaronder is nog een Hollister tasje. Dan heb ik hier het Michael Kors doosje van volgens mij mijn horloge. Marshall dingetje van mijn headphones. Sephora tasje met daarachter een tasje van volgens mij Brandy Melville. Oh nee, van American Apparel. Dovies kaartje van onze eerste samenwerking met een Ladurée doosje erop waar de macarons in zaten. Urban Outfitters tasje, MAC tasje, kaartje van Fashion Week Amsterdam in 2013 volgens mij, 14. Brandy Melville tasje en daarachter staat nog een Michael Kors tasje verborgen. Dan heb ik hier op de deur nog een poster van Slash, omdat het gewoon een van mijn favoriete artiesten is. En dan hier is Zac Efron. Die heb ik hier geplakt toen ik denk ik 10 jaar oud was. Omdat ik gewoon heel erg fan van hem was. En zoals je misschien ook wel kan zien aan het plafond zijn hier allemaal van die buddy dingen. Hoe heet dat ook weer? Van die opplak dingen. Want hier hebben we echt super veel posters gehangen. Hier hebben in totaal volgens mij iets van 40 posters gehangen op mijn plafond. Van Zac Efron allemaal. Talking about dedication, girl. Hey. Dan weet ik niet waar deze spiegel vandaan komt. Want deze heb ik gekregen. Maar dan heb ik hier nog een briefje van mijn examens van mijn docent van geschiedenis. Ja, dat had ze voor alle leerlingen had ze dat opgeschreven. En er zat op zet hem op Sarah. Je kan het zeker weten. Groetjes terecht. En dan heb ik hier nog mijn foto met Quinten uit Parijs was dat. En ja, dan was dit mijn roomtour. Heel veel heb ik eigenlijk niet meer te vertellen. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. En ja, als jullie dus nog video requests hebben, laat het me weten. Mijn kamer is niet super denderend en hij is ook niet super mooi of groot. Maar ik hoop dat als ik uit huis ga, dat ik dan een leuke ingerichte kamer kan fabriceren. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat vooral even een video request achter. Doe een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneren, zeker doen. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En dan spreken jullie later. Hasta la vista, besitos.